Nou, wat denk ik goed is om te weten, is dat het bestaande blok wat er stond, het stuk wat gesloopt is, dat onderdeel was van een groter geheel. En een deel van dat blok is gesloopt. Dus we hebben heel erg gekeken van wat zijn nou de karakteristieken van het hele blok. Ook van de stukken die nog zijn blijven staan. Hoe is de geleding? Wat voor type ramen zitten erin? Wat voor details zitten erin? En we hebben eigenlijk geprobeerd met het nieuwe blok echt een soort, ja, je zou het ook een soort reparatie kunnen noemen. Als je dan ziet dat mensen daar, ja, ook wel met een soort trots zich hun huis eigen maken. En dat, ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat je iets bedenkt en dat het dan ook gebruikt wordt. En sterker nog, dat het dan nog beter gebruikt wordt dan je ooit had kunnen bedenken. Ja, dat is echt precies wat je wil bereiken. Want als je trotse bewoners hebt, dan zorgen ze voor hun huis. En dan ziet het er ook goed uit. En dan ziet de straat er ook goed uit. En dan is de voorbijganger ook blij. En dan zijn we uiteindelijk allemaal blij.